En de opkoopprijs van rauwe melk is per vandaag aangepast. Deze aanpassing was nodig omdat deze sector niet bespaard is gebleven van de gevolgen van de uitbraak van het COVID-19-virus en de verhoging van diverse kosten. De opkoopprijs is in overleg met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij samen met de melkcentrale Paramaribo. De Vereniging van Surinaamse Melkboeren en Veehoudersbond aangepast. De gemeenschap zal echter niets merken van de aanpassing omdat de consumentenprijs van de melk en melkproducten hetzelfde zal blijven. Dit is mogelijk omdat de regering de verhoging van de opkoopprijs van rauwe melk zal subsidiëren. De partijen hebben de nieuwe opkoopprijs van melk in een overeenkomst vastgelegd, als ook de voorwaarden waaraan het product moet voldoen, de wijze van levering en de betaalwijze. Deze overeenkomst is gisteren getekend en bekrachtigd.